Dames en heren, een heel hartelijk welkom namens alle medewerkers van Gyros Bank. Eén keer per jaar nodigen we u graag uit om te laten zien wie we zijn en wat we doen. Deze dag is bedoeld om onze spaarders te laten zien wat wij met hun spaargeld financieren. Er staan hier 30, 40 ondernemers, allemaal vernieuwende ondernemers. En die laten graag zien welke activiteiten ze met het geld van onze spaarders ontplooien. Ik ben hier om erachter te komen wat Triodos allemaal doet met mijn geld. Dus waar gaat het naartoe? Waar investeren ze in? Welke ondernemers zijn dat? Dit is niet een vrijblijvende plek. Dit is een doelplek. Ja, precies. 1, 2. Je hebt natuurlijk een aantal van de traditionele klanten die hier staan. Maar ook juist het heel vooruitstrevende. Een leasemaatschappij die op een nieuwe manier het hele lease-concept neerzet. En dat is toch wel heel erg leuk, die diversiteit hier te zien. Dit is gewoon toevallig weer een Nederlands ontwerp. Dus dit is iets wat in Nederland wordt gedaan. Dus dit doen we dit zelf. Het jurkje wat ik aan heb wel, dat produceer ik zelf in India. Ik vind het ook voor mij een soort verantwoordelijkheid dat je zegt, nou, ik heb van jullie dat geld kunnen krijgen of mogen lenen om dat te kunnen gebruiken voor mijn onderneming. En ik vind het ook eigenlijk een soort logica dat je dan zegt, dit hebben we dit mee gedaan. Het is helemaal handgemaakt, hè? Hij is echt goed. Wat heeft jou doen besluiten om ook echt die stap te zetten om naar Triodos Bank te komen? Je geld heeft een effect. En daar was ik me nooit van bewust. Op een gegeven moment werd ik me daar bewust van. En toen kon ik niet langer mijn geld op die andere rekening halen. We ontwikkelen dekens of jurkjes of dingetjes. En daar maken we eigenlijk ook een soort gedicht bij om een soort van aandacht te geven voor dat product. En natuurlijk moet dat rendabel zijn. En de winkel is ook nog eens heel erg rendabel. En dan denk je, maar het gaat. Dan is het me gelukt. Ik vind het wel heel erg leuk. Er zijn hele leuke gesprekken gevoerd met een heel aantal ondernemers. Die echt vanuit hun hart dingen anders willen. En ook eerlijk willen. En daar ook gedreven in zijn. Ik zou deze dag zeker kunnen aanraden aan meerdere ondernemers om hier te staan. Een goed verhaal vindt altijd een vruchtbare bodem. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank.